Tot voor kort stond jij nog voor de klas. Hoe is het om geen leerkracht meer te zijn? In het begin had ik het er wel eventjes moeilijk mee. Ik kreeg dan berichtjes van leerlingen en zo, dat dan zeiden van ja, jammer. En dan had ik het wel eventjes moeilijk, maar ik heb nooit niet getwijfeld aan de keuze. Ik had echt het gevoel dat tijd was voor iets nieuws. Ik geef graag les, maar het was gewoon tijd voor het nieuw. En ik vond dit eigenlijk de ideale moment. Ik heb dat altijd al willen doen, een webshop met kleren, maar het is nooit de juiste moment geweest. Dat nooit de juiste mogelijkheden. Ik heb mijn zelfvertrouwen ook nog niet genoeg voor te kunnen zeggen van ik start gewoon een webshop daarmee. En ja, vooral mijn volgers op Instagram hebben daar eigenlijk wat extra een duwtje gegeven en ik dacht, kom aan, dat is het moment. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb.